zaterdag 21 juni stond het college Onze Lieve Vrouw ten Toorn in Eeklo in het thema van koken, hè? Ja, 8 finalisten wilden bewijzen tegenover een jury van Koken op Kamp waarom zij de ideale kampkok zijn. Zeg, maar wat maakt jou nu tot ideale kampkok? Een kampkok is altijd iets speciaals, want ik moet een beetje andere dingen kunnen dan een gewone kok. Moet vooral goed met andere mensen om kunnen. Ik kan koken, maar dat je ook een origineel gerecht kan maken. Zo niet de typische spaghetti bolognese, wat elke kok wel kan. Zorgen natuurlijk voor gezonde voeding. Hè. Ik denk dat we dat ook proberen. Veel groentjes eten. Niet de grote specialiteiten, maar voedzaam eten. En we zijn begonnen. Ja, maar toch met een lichte zenuwachtigheid. Hè. Ja, we gaan een soort volle van maken, maar op een heel andere manier. En vandaar dat die champignons ook anders moeten gesneden worden natuurlijk. Het moet aantrekkelijk blijven voor de kindjes. Op kamp kook je toch voor een man of 100 en ander daarvan te grote brok naar leggen. Allee, ik vind dat niet aantrekkelijk. Ik denk dat het smakelijker is als je iets kleiner snijdt. Wel, als we dat pakje open krijgen, dan lukt dat. Ja, bij koken draait het dus allemaal om durf en originaliteit. De eerste prijs gaat naar Giro Savio met volle val met een twist. Dat we inderdaad een gerecht hebben gebracht die populair is, want vol-au-vent is op zich populair. Maar op zo'n manier gebracht dat het een keer wat anders is, met leuke kleuren ook. En de groenten hebben we verwerkt op zo'n manier dat de kindjes dan niet als storend ervaren.